Vrijdag speelt NEC een thuiswedstrijd. Tegenstander is de nummer laatst uit de keukenkampioen-divisie Helmond Sport. Dat moet dus na de 7-1 winst tegen Telstar voor de elf van trainer van Van Gersthuizen geen enkel probleem zijn. Heeft hij zijn elftal nog veranderd? Inhoudelijk niet. Een klein beetje omdat de tegenstander anders is. Maar qua enthousiasme en vertrouwen wel natuurlijk. Ja, de opstelling die jullie vrijdag hanteren met Romanier Blinks, Fleming in de spits, is eentje die lange tijd niet de nummer 1 keus was. Is dat na vrijdag veranderd? Ja, dat zijn altijd wel momentopnames. Hè. We zijn natuurlijk nog steeds eigenlijk constant op zoek naar de ideale formatie. En vooral voorin hebben we in die zin veel mogelijkheden. Nou, de afgelopen week hadden we met blessure van Jonathan een vacature in te vullen. Ja, dan kijk je naar verschillende dingen. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om toch weer Zian in de spits te zetten en Ole vanaf links. Daarbij kijk ik ook een beetje naar de tegenstander, hoe die spelen. Ja, en uiteindelijk levert dat resultaat op en is er in die zin niet zoveel reden om te veranderen. Maar goed, je moet ook een beetje door het resultaat heen kijken. De uitvoering was goed, dus ja, dan zou het raar zijn als je de dingen weer in verandert. Maar goed, dat blijft wel constant een proces van wat is nou de beste keuze. En uiteindelijk hebben we ook een aantal buitenspelers die kwaliteiten hebben. En Ole is een iets andere speler, dus zal het iets anders invullen. En hoe is het met het herstel van Jonathan Okita? Die is weer fit. Die had vorige week een schop gehad op zijn knie. Nou, Telstar was iets te vroeg. Die is het begin van deze week weer aangehaakt. Einde van de week gewoon weer volledig meegetraind. Dus die is wel weer fit. En wat kun je zeggen over zijn vorm? Want jij weet als trainer natuurlijk als beste misschien wel dat hij beter kan presteren dan dat hij de laatste weken doet. Ja, dat klopt. Kijk, uiteindelijk was dat ook een keuze die afgelopen week gemaakt moest worden. Jongens krijgen van ons best veel vertrouwen, maar uiteindelijk moeten we daar ook wel iets voor terugkrijgen en moet je ook gewoon ook presteren. Kijk, en dat je niet iedere week een topwedstrijd kunt spelen, dat is logisch. Hè? Daarin heb je wel je waarde voor je team wel nodig en moet je ook van waarde voor het team hebben. Nou, dat was vorige week wel een keuze te maken, ook daarin, hè, op die positie. Nou, uiteindelijk kwam het zo dat hij door een blessure niet kon spelen. Maar dat hij beter moet presteren, dat lijkt me duidelijk. En nu helemaal, hè, de concurrentie is groot en nu staan de andere jongens. En die maken het te moeilijk en zo moet het zijn en zo gaat het niveau ook omhoog. Dan Helmond, is dat een tegenstander waar je bepaalde aanvallers beter kan neerzetten dan wat je zegt? Per tegenstander verschilt het wie je voorin neerzet. Weet je al duidelijk van wat de types je daar tegenover moet zetten tegen Helmond? Ja, tegen Helmond moet je vooral, zij spelen heel compact, heel ver terug. Dus moet je vooral het veld groot houden en breed houden. Alleen heb je ook met spelers te maken die ook een beetje vrijheid willen hebben. Hè. Kijk, Ole is een jongen die eigenlijk een spits is en die een beetje ruimte moet hebben. Anthony is wat meer een jongen die vanuit de zijlijn speelt, acties maakt. Dus dan zullen we op links een iets andere dynamiek hebben met backs die eroverheen gaan. En op die manier moeten invullen. Maar we moeten gewoon zorgen dat we goed aan de bal zijn. En als je kijkt naar Helmond, als je een beetje kijkt naar de wedstrijd die ze vorige week hebben gespeeld. Tegen Excelsior, ze willen compact spelen, maar Excelsior scoorde heel vroeg. Ja, dan werkt dat wel mee en dan moeten ze ruimtes gaan weggeven. En dan zijn we wel op ons best. Dus uiteindelijk heeft het een en ander ook met de tegenstander te maken. Om 8:00 in de eigen Goffert. NEC tegen Helmond Sport. En natuurlijk 2 keer 3 kwartier live op RN7.